Hoi en welkom bij deze geheel in het Nederlandse tutorial van Gimp. Zelfs met Gimp in het Nederlands. Ik zit op een andere computer. Deze gaat over ronde hoeken in Gimp. En ik ga je vertellen hoe het moet. En in eerste instantie moet je transparantie toevoegen aan je foto. En dat doe je door naar laag te gaan. Transparantie, alfakanaal toevoegen. En als dit grijs is voor je, dan hoef je niks te doen. Dan is er al een alfakanaal, dan hoef je je nergens zorgen over te maken. Maar ik moet er eventjes op klikken om een alfakanaal toe te voegen. En de volgende stap is naar selecteren, alles. En dan weer op selecteren en dan afgeronde rechthoek. En dan popt dit op en er staat de straal op 50. Maar dat is echt te hoog en dan krijg je gigantische ronde hoeken. En daarom zet ik het wat lager naar ongeveer, even kijken hoor, nou iets boven de 20, 25. En moet je zelf maar eventjes uitzoeken wat jij het beste vindt en het beste past bij jouw foto. Maar ik klik nu op oké. En er wordt nu een selectie gemaakt met ronde hoeken. Maar hoe krijg je dan die ronde hoeken weg? Nou, dat is ook vrij makkelijk. Daarvoor ga je weer naar selecteren en dan klik je op inverteren. En dat zorgt ervoor dat de selectie wordt omgedraaid. En nu zijn alleen de ronde hoeken geselecteerd. En nu hoef je alleen nog maar op je toetsenbord op delete te drukken. En dan is het weg. En als je een oudere versie van Gimp gebruikt, dan kan het zijn dat delete niet werkt. Omdat het een andere snelkoppeling is. Sneltoets. En dan kan je naar bewerken en wissen. En zoals je ziet staat er hier delete. Dus dat is hetzelfde. Bij een oudere versie kan er een andere sneltoets staan. Maar goed, dat hoeven we niet te doen. Want we hebben al op delete gedrukt. Dus nu gaan we alleen nog maar naar selecteren. Niets. En dan zijn we klaar. En nou moet je nog eventjes opletten. Want bij het opslaan moet het als PNG bestand opgeslagen worden. Dus ga naar bestand opslaan als. En dan in plaats van als JPG bestand opslaan. Typ je in .png. Want als je het als JPG bestand opslaat. Dan krijgen de ronde hoeken een witte achtergrond. En dat wil je niet. En als je dit hebt ingetypt, dan klik je op opslaan en dan ben je klaar en dan heb je ronde hoeken in Gimp. En dit was een van mijn eerste tutorials in het Nederlands. En als jij nou zegt van nou, ik vind het hartstikke leuk dat je het in het Nederlands doet en er zijn een aantal tutorials die jij in het Engels hebt gemaakt die ik heel graag zou willen in het Nederlands, dan laat het dan eventjes weten in het commentaar. En wie weet maak ik die dan in het Nederlands voor je. En dat was het voor nu en bedankt voor het kijken.